De archeologische dienst van het directoraat Cultuur heeft de eerste fase van een onderzoek te Motkreek in Marowijne gisteren afgesloten. Dit onderzoek was bedoeld om meer te weten te komen over een pre-Columbiaanse nederzetting die in januari dit jaar is ontdekt in dat gebied. Hierbij zijn er gebruiksvoorwerpen en graven gevonden. De feestelijke afsluiting vond plaats in het Nationaal Archief Suriname. Naast de archeologische dienst hebben andere organisaties, waaronder de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden FITS, het Nationaal Leger en de Anton de Kom Universiteit, een bijdrage geleverd aan dit project. Elvira Sandy, directeur van het Directoraat Cultuur, is blij met deze expeditie. Ze zegt echter dat er nog veel gedaan moet worden op het gebied van archeologie in Suriname. Dit is het voorbeeld, is de standaard die wij als directoraat hebben neer kunnen zetten dankzij u allen. En dit moeten we behouden. En we moeten het verkondigen, we moeten het promoten, we moeten het zoveel mogelijk aantonen aan de samenleving dat dit het cultuurbeleid, dit ook onderdeel is van het cultuurbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan. Maar natuurlijk, we gaan het niet kunnen continueren als we niet genoeg mensen hebben die werkelijk zich willen verdiepen in archeologie. Toch? Dus er moet veel meer komen. Het moet niet minor blijven. Het moet een major worden binnen de faculteit der humaniora. De Motkreek is nu verklaard tot beschermd gebied en is afgeschermd voor publiek. Hoewel de eerste fase van het onderzoek is afgesloten, zijn de eindresultaten nog niet gepresenteerd. De vondsten worden momenteel uitvoerig bestudeerd. Sandy wijst erop dat dit soort onderzoeken meer moeten plaatsvinden. Kijk, het directoraat is niet tot veel in staat qua geld, maar we hebben mankracht, we hebben wat middelen. En we hebben ook laten zien met Motkreek dat het directoraat cultuur naar buiten treedt om geldmiddelen te verzamelen en andere middelen, mankracht, geld en materiaal te vragen. We zijn de sponsoren enorm dankbaar. En die dankbaarheid gaan we tonen straks middels het prachtig certificaat dat we hebben vervaardigd, dat aan u allen zal worden overhandigd. Als blijvende herinnering. Het is toch mooi om inderdaad dat te hebben en te weten van, hey, dit markeert een belangrijke turn in de geschiedschrijving van Suriname. En ik heb daaraan meegewerkt. Elvira Sandy, directeur van het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij heeft de deelnemers van het archeologisch onderzoek te Motkreek gisteren toegesproken. De eerste fase van deze expeditie is gisteren ook afgesloten.